Ja, ik ben een artiniste. Ik ben nu ruim 6 jaar in dienst bij Vazaal. En ik ben 28 jaar chauffeur. En ik werk nu 20 jaar in de nacht. Eerst 10 jaar een beetje binnenland buitenland gereden. En toen ging ik bij een ander transportbedrijf werken. En die vroegen eerst of ik 's nachts wou werken. Nou, dat leek me niks. En toen kwam de thuissituatie zo in de nacht. Dat kwam beter uit. Nou, zo ben ik erin gerold. En ja, met mijn hobby's en met mijn bezigheden kwam dat perfect uit. Ja, in de middag heb ik gewoon heel veel vrije tijd om dat soort hobby's te beoefenen. Ja, je moet goed tegen de nacht kunnen. En tegen weinig slaap. Of in ieder geval dat je niet in slaap valt 's nachts. Ja, ik voel me gewoon op mijn plek. Het werk staat me erg aan. Dus ja, dan blijf je gewoon waar ik ben. Minder druk op de weg. De honorering is iets beter. Omdat je nachtvergoeding krijgt. Omdat je 's nachts werkt. En je maakt minder uren dan een dagchauffeur. En wat ik ook heel fijn vind aan het nachtwerk is dat ik altijd dezelfde tijdstip zeg maar begin. Ik vind het wel lekker dat ik gewoon altijd om 5:30, 6:00 begin. Dan maakt het me niet zoveel uit hoe laat ik klaar ben. Maar ik weet wel altijd van zo laat begin ik weer.